Wij gaan vertellen wat de bijenberm is en waar het goed voor is. En we hebben twee die het gaan uitleggen. Nou, wij hebben de bijenberm gemaakt omdat er steeds minder plaats is voor zeg maar natuur en zo. Omdat er steeds meer gebouwen komen. En dat vinden we erg jammer. Dus daarom hebben wij een bijenberm gehad. We hebben drie bijen en één diviersbeestje. En dat hebben we gemaakt omdat er steeds minder natuur is. En we zouden graag meer willen maken, maar dat willen we ook dan echt als het beter gaat. Wij denken dat we op deze manier, door bijenbermen aan te leggen, ook een steentje kunnen bijdragen aan de toekomst en aan de natuur. Ja, we staan hier bij de bijenberm op Effen de Rit. 2 jaar geleden hebben we een aantal bijenbermen aangelegd samen met kinderen in samenwerking met de gemeente Breda. We hebben van de ecoloog van de gemeente Breda diverse bijenbollen gekregen om in te zaaien ten behoeve van de biodiversiteit. En nu, ja, ondanks corona, hebben we nu opnieuw de berm ingezaaid samen met hulp van de kinderen. En ik hoop dat de bijenbermen van de zomer op Effen en de Rit het weer mooi doen.